Het is nog wat zoeken voor Nascimento bij Eindhoven. Asciente nu op het middenveld. Normaal gesproken toch de bek. Aden, scheidsrechter. In het groen, maar doet hier mee met rood. Want verstoort zo de opbouw van Eindhoven. Moet nu dus weer terug en AZ zou kunnen komen. Goede combinatie. Corienhoek en de overtreding van Loof. En dan kan Aden niks anders dan die bal op de stip leggen. Ja, hij is gewoon te laat. Nou, het PSV. Hier is de bal al weg en hier gaat de aanvaller naar de grond. Ferdy Druijf scoorde al twee keer op rij. Twee wedstrijden op rij en daar komt nu de derde bij. Want onberispelijk vanaf 11 meter ingeschoten. En Jonga zit dus op een 1-0 voorsprong. Dat zal Martin Haar goed doen. Die sowieso tevreden is over de inzet van zijn ploeg de laatste week. Overtreding. Ja, op de rand van het strafschopgebied. Eindhoven zegt natuurlijk, hij is er binnen. Met een secondant van Rens van Heijden. Hij krijgt hier een gele kaart. Dat is Joris Kramer. Hier de vrije trap. Oeh, dat is een hele mooie. Van der Bomen is de naam. Het is de tweede van het seizoen en geen schijn van kans voor Olij. Wat een prachtige vrije trap. Loof. Stond nog een beetje in de war, denk ik, van die fout die hij maakte bij de penalty. Hier, weer, een aanval van Jong AZ. En keurig afgemaakt door Ferdy Druijf. Die is de laatste week lekker op toeren. En weer een rol voor Corenio. Want hij is het die de bal uiteindelijk aflevert bij Druijf. En zo laat Jong AZ. Het is niet voor het eerst dit seizoen fantastisch voetbal zien. Druijf. Nu met een steekbal en Swinkels weet gelijk dat het helemaal mis is met zijn knie. Komt in aanraking met Loof. En wordt het dan nog erger voor Nascimento? Ja, want Swinkels moet eraf. Een knieblessure die er zeer ernstig uitziet. Hij wordt vervangen door Hoijbergs de Bel. En hier moet collega Olij in actie komen. En dan zegt Malen, dit is een zwalbe eerste klas. Thibaut van der Velde, hier heb jij een gele kaart. Nog altijd in de eerste helft, waar dus een hoop gebeurt. En Eindhoven eigenlijk via Hoijbergs die bal weer niet wegkrijgt. Weer niet goed en de mogelijkheid voor, ja, wie anders dan Corenio. Bij alle drie de doelpunt betrokken, één keer slachtoffer neergelegd, penalty benut. Tweede keer met een assist en de derde maakt hij gewoon helemaal lekker zelf. En zo staat Jong AZ op een dikke voorsprong in Eindhoven. Hier bijna de goal voor Kabangu. Ik schrok eigenlijk een beetje van de kans die hij kreeg. Aardige mogelijkheid om Eindhoven terug te schieten in de wedstrijd. Of te koppen in dit geval. Dit is Jan de Toeteraar. Altijd bij de wedstrijden van Eindhoven en Jong PSV aanwezig. Fenomeen. Maar wel in zijn eentje, zoals u ziet. Hier weer Jong AZ. Nu wel goed. Hoijbergs. En geen goal voor Corenio. Echt in gevaar komt AZ niet. Het blijft de ploeg die de toon blijft aangeven. Corenio hier weer. Met een aardige poging. Eindhoven met de rug tegen de muur. Wat dat betreft zal Nascimento nog niet klaar zijn met zoeken. Naar de juiste samenstelling. Nou, Druijf. Goed blok. Met gevaar voor eigen leven. Caldas Silva. Maar er is maar één ploeg die eigenlijk nog voetbalt. Deze frisse avond in Eindhoven. Of komt het dan uit een uitbraak? Mart Lieder. Nee, het is hem niet gegund. Nascimento ziet dat dit verder in orde is. Maar Lieder kan dit goede voorbereidende werk van Caldas Silva niet afmaken. Aden zou het leuk vinden als Joris Kramer vandaag nog zou ingooien. Duurt wel heel erg lang. Kijk nog eens. Nou, en dan is hij iets zat. Dan zegt hij hier, vanwege tijdrek heb je een gele kaart. Dat was ook weer je naam. Kramer, dus ja, die heb ik al eens eerder genoteerd. Dus wegwezen. Op de uitslag heeft het verder geen invloed meer. Jong AZ wint met 3-1 van
Het Eindhoven van Nascimento.